In 2010 werd het Van Santeren officieel geopend. Dit jaar bestaat het museum 5 jaar. Hier kun je alles te weten komen over Vincent van Gogh, over zijn beroemde schilderijen, zijn wereldberoemde schilderijen moet ik zeggen, maar ook over de mens Vincent van Gogh en hoe hij zich ontwikkeld heeft tot kunstenaar. We gaan een kijkje nemen. De plannen voor het museum werden bekendgemaakt in de perspresentatie. Kunt u zich daar nog iets van herinneren, wat er toen verteld werd? Jazeker kan ik me het een en ander van die perspresentatie herinneren. Het was in het klooster. De zaal was flink gevuld. En een van de hoogtepunten was ongetwijfeld het bekendmaken van de naam. Want dat hebben we eigenlijk tot het allerlaatste geheim gehouden. En de naam Van Santeren is toen naar voren gekomen. Het is eigenlijk een samenvoeging van Vincent aan de ene kant en Center of Centre, Engels of Frans, maakt niet uit hoe je het zegt, aan de andere kant. Nu naar Niels van Keulen, directeur van Tinker Imagineers, gaf in een gloedvol betoog daarna inzicht hoe de inrichting van het museum ontstaan is en gunde de aanwezigen alvast een virtueel kijkje. Ja, nou de presentatie, daar ben ik ontzettend blij mee dat we die nu aan Nuenen hebben kunnen laten zien. Met een ruime opkomst van zo'n 200 man betekent dat het leeft, dat het steeds meer gaat leven. Het geloof, het ongeloof is omgetoverd in geloof. Een mooie nieuwe naam erbij. Kortom, ik ben zeer tevreden en ja, we hebben de vaart echt te pakken. Elke dag weer een stuk, kortom, tot in mei. Om te beginnen is er het een en ander afgebroken, want zoals u weet had hiervoor een Chinees gezeten en daar ja, was echt oud en vervallen. Dus eerst afgebroken en daarna is er het tweede gedeelte achter aan vastgebouwd. Want het aantal vierkante meters in het oude gebouw was niet van die aard dat we er alles in konden tonen. Dus we hebben een dubbele hoeveelheid vierkante meters gecreëerd door erachter ook nog een gebouw naast te zetten. Eindelijk is het zover. Nuenense inwoners zullen denken er gebeurt nooit wat, maar het is echt begonnen nu. Dadelijk gaan we in het Hol van de Leeuw, wat naderhand het bruisend cultureel hart van Nuenen wordt, het Nuenen Village gebouw. De officiële opening was in september 2010, maar daarvoor waren we midden in de zomer al met de vrijwilligers apart en een keertje onder ons ook open gegaan. Maar officieel was het september 2010. Het gebeurde in het klooster met een groot optreden, sprekers erbij, de burgemeester uiteraard en een optreden van Gerard van Maasakkers. Want hij was in China geweest, had daar het een en ander gefilmd en kwam toen ook nog eens een keer zingend op het toneel. Na dat gedeelte zijn we met de hele groep naar het Van Santeren gelopen. En daar was de heer Van der Donk die het een en ander geopend heeft.
Hij heeft als commissaris van de koning de sleutels in het slot gedraaid die keurig netjes werden gebracht door Josien van Gogh. En dat is wel leuk om te weten, Josien is een achternichtje van Vincent. De opening voor het publiek op 18 juli werd op zaterdag 17 juli voor en door de circa 80 vrijwilligers opgeluisterd met de Happy Street Pyjama Brunch bij de Lindeboom. Op vrijdag 17 september vond de officiële opening plaats. Gestaag druppelden de ruim 300 genodigden het klooster binnen, waar ze gastvrij onthaald werden op koffie en een vincentere gebakje. Hoogtepunt voor de stichting Van Gogh Village. Een hoogtepunt voor mensen als Ton de Brouwer, voorzitter van de stichting. En de man die al decennia vanuit zijn grote kennis van het werk en het leven van Vincent van Gogh succesvol ijvert voor de Van Gogh beleving in Nuenen. Na een video-introductie van Gerard van Maasakkers vanaf de wereldtentoonstelling in Shanghai stapte deze als verrassing vanuit de coulissen het podium op en bracht zijn lied De Aardappeleters ten gehoor. Burgemeester Willem Lichtvoet kreeg als laatste het woord en verleende namens de gemeente Nuenen de zilveren erepenning aan de nimmer aflatende Henry Smits van woningbouwvereniging Helpt Elkander. Via een wandeling door het park begaf het gezelschap zich in een langgerekte stoet naar het Vincentre. Zij werd voorafgegaan door een delegatie van een aantal Nuenense gilden. Familieleden van Van Gogh, ik begreep dat er hier echte Van Goghs zijn. Dat is altijd mooi. Waar staat de familie van Vincent van Gogh? Hier. Dag. Leuk om u zo dadelijk hopelijk ook nog even te ontmoeten. Het is echt geweldig leuk om hier te mogen zijn. En ik heb begrepen dat er zelfs vertegenwoordigers zijn van het Vincent van Gogh Museum en de Kruller-Müller Foundation. Geweldig dat u hier allemaal bent. Ton de Brouwer werd door de heer Van der Donk in het zonnetje gezet. Wat heet? Al ruim een halve eeuw maakte hij zich sterk voor de promotie van de wereldberoemde schilder en ontving daarvoor de provinciale Hertog Jan prijs. Voor de officiële openingshandeling kwam Josien van Gogh, achterkleindochter van Vincents broer Theo, lopend vanaf de voordeur van de pastorie naar het Vincentre en overhandigde de sleutel, op originele wijze verpakt in een vogelnestje, aan de heer Van der Donk. Kijk eens, dat gaan we nu goed gebruiken, denk ik. Hè? Zullen we hem maar gebruiken? Ja, ik zou hem maar gebruiken. Kom, ja, zagen. Gaan we maar naar binnen, hè? De graffiti-kunstenaar Belin, die kwam voor het eerst aan Nuenen. Wat was de relatie, zeg maar, met het Vincentre en Belin? Belin als graffiti-kunstenaar is een grote naam in zijn wereld. En de Nuenenaar Kees Rovers, die hier vlakbij woont, waar we ook een goede relatie mee hebben, die is hem op het spoor gekomen en heeft ontdekt dat Belin een groot Van Gogh-liefhebber is. Nou, dan is natuurlijk de link al gauw gelegd. Kom een week lang hier je spuitwerk verrichten en dan is het niet zo moeilijk om Belin dat ene jaar te laten komen en de vervolgjaren ook nog eens een keer, want hij heeft het hier ontzettend naar zijn zin gehad, zeer geïnspireerd. Dus het is dit jaar dat we hem al voor de vierde keer in huis hebben gehad. Na een jaar konden jullie al de 20.000ste bezoeker verwelkomen. Ja. Hoe ging dat in zijn werk? Ja, dat was natuurlijk toch een heel groot moment voor ons. 20.000, dat is een mooi getal. Ja, de bezoeker met haar gezin hebben we natuurlijk letterlijk in de bloemetjes gezet. En dat spreekt voor zich dat het dan ook zonnebloemen zijn. Daarna hebben we ook nog eens een keer een 50.000ste gehad. En dat bleek een buitenlander te zijn. Eigenlijk een groep Chinezen die op bezoek waren bij de Technische Universiteit Eindhoven. En die hebben we ook uitgebreid gefeteerd. Burgemeester erbij. Iedereen helemaal gelukkig. I want to bring my congratulations to
Miss van der Heijden, of course, because she is the manager of the Vincentre and one of the people with the, all the other people you see here who made it possible to celebrate today the 50,000 visitor here in the Vincentre. En inmiddels is ook de 100.000ste voorbij gekomen. En dat is eigenlijk een beetje zomaar gebeurd. Dit jaar, in september, het was razend druk. Het was in een weekend. En achteraf gezien hebben we kunnen constateren dat het op een zondag ergens rond 20 september gebeurd moet zijn. Zo snel is het afgelopen jaar gegaan. Nou, 5 jaar later. Wat is er gebeurd allemaal? Wat is er ontwikkeld, zeg maar, in het museum? Wat is er allemaal in de afgelopen 5 jaar gebeurd? We hebben een organisatie opgebouwd die nu 150 vrijwilligers kent. En dat is iets om ontzettend trots op te zijn. Heb je geen vrijwilligers, dan kan je niet bestaan. Het zijn allemaal zeer gemotiveerde vrijwilligers. En ook alle disciplines zijn aanwezig. Het is eigenlijk gewoon een bedrijf met allerlei verschillende afdelingen, waar overal experts zitten die het heel erg leuk vinden om met Van Gogh, een wereldnaam uiteindelijk, veel leuke en mooie dingen te maken. Wat is er nog meer gebeurd? Ja, we bestaan 5 jaar. Dat mogen we ook wel eventjes bij stilstaan, want niet elk museum heeft het de afgelopen periode goed gedaan en heeft het ook overleefd. We hebben een crisis achter de rug die de financieel wel inhakt. Maar gelukkig, we bestaan nog steeds. Met allerlei subsidies zijn we nog steeds aan de goede kant van de streep gebleven. En hoe ziet u de toekomst? Hoe staan wij hier over 5 jaar? Dan staan wij hier weer. Ja. Misschien wel in een ander gebouw, dat weet je nooit. Want wij proberen nog wel een stukje te groeien. Ik verwacht dat we hier weer staan. Een beetje ouder, maar weer terugkijkend op een schitterende periode met veel gebeurtenissen. En daarom zeg ik tot over 5 jaar.